Goedemorgen, deze morgen. We zijn 10 mei. We zitten in een derde alweer van de maand. Wat gaat de tijd toch snel? Voordat we te snel gaan, mag ik vragen om deze video te liken. Tovert altijd een glimlach op mijn gezicht. En dan heb ik ook wel het gevoel dat ik een meerwaarde kan betekenen. Goed, laten we er meteen invliegen voor de daganalyse van Bitcoin. We gaan er Bitcoin uiteraard moeten bijnemen, anders kunnen we ook niet erg gedegen analyseren. We zitten hier op Bitcoin daganalyse, of op dagniveau beter gezegd. En wat zien wij momenteel? Zien verder decline of een afname in volume? Behalve eergisteren zagen we een volume spike op deze bearish candle. Veelal, maar niet altijd, is dit een early sign, zeg maar, voor een continuation of start van een trend, zeker na afname van volume. Dus dat nemen we mee in ons achterhoofd. Verder, wat zien wij nog? We zien dat de volatiliteitsmeting terug aan het toenemen is. Sedert gisteren is dat. Gisteren kregen we een toename van de volatiliteit. Momenteel in een downward move, in een downward slope. Wat dat dus ook een high probability is dat wij verder naar beneden toe gaan treden. We zitten letterlijk op de rand van een potentiële breakdown. Vooral als we clauses beginnen te krijgen. Ik ga het al ietsje hoger beginnen stellen. Clauses onder 27.000 is eigenlijk nog steeds 27.100, die is al 27.200 onder eigenlijk deze start van de uptrend. Als we die zullen gaan krijgen vandaag, very high probability dat wij een breakdown krijgen. Tot waar? Wel, waar kijken wij naar is, we zitten hier met deze ascending broadening wedge structuur. Dat hebben we ook meegedeeld in ons Telegram kanaal. Als we daar closes onder krijgen onder die trendline in combinatie met die start van uptrend, high probability dus dat we een breakdown krijgen naar beneden. Met als eerste target, dat is deze shallow of deze bescheiden steun, zeg maar, level ongeveer is 26.400, 26.500. Als we daar zouden toekomen met een positieve reactie, ja, dan kun je stellen dat we opnieuw het neerwaarts kanaal hebben getest. Het kanaal dat we eigenlijk al zeer lang volgen, dat we heel wat tijd al hebben bijgenomen of hebben bij stilgestaan tenminste. En nogmaals, die weerstanden, die steunen, die weerstanden enzovoort. En hier een retest kan gebeuren. Als we daar een positieve reactie zouden zien, laten we eerst die bullside even gaan kijken. Mochten we daar een positieve reactie zien, dan zijn we zeer zeker dat wij veel hogere orde gaan opzoeken, dat we uit deze range zouden kunnen breken en dat wij op weg terug zijn naar die 40k-zones. Zo niet, krijgen we geen bearish reactie en closen we er terug in het neerwaarts kanaal. Dan mogen we dit neerwaarts kanaal volledig formateren, zeg maar. En dan kijken we naar lage orde om te beginnen, deze noten rond de 25. En dan deze structuur hier op rond 20k zit er nog tussen. En er zit nog één retest die kan gebeuren in regio 23. Dat zijn levels waar we naar kijken bij een breakdown. En hoe langer dat we hier vertoeven. Maar ik ga het anders zeggen, hoe langer dat we hier op deze regio vertoeven, het is te beter terug voor de bullish case, maar hoe langer of hoe meer dat we naar beneden beginnen te sluiten, ja, dan is die probability zeer hoog aan het worden. En dan kan die breakdown zeker en vast gebeuren. We hebben ook die measurement target van die ascending broadening wedge. En dan kijken we nogmaals in deze regionen, als we de measurement target gaan projecteren, dan kijken we ergens in deze zone 23 tot en met 22k. En nogmaals, die probability neemt met de dag toe. Gaan we ook zien, op de momentummeter zijn we nog steeds in een neerwaartse slope momenteel. En we kunnen maar niet gisteren ook niet closen in die momentummeterband. Dus momentum bent verder toe te nemen naar de downside favoring de bears meer en meer. Ook al zitten we nog steeds op steun. Dus daar zit het addertje onder het gras, zeg maar. We zitten wel degelijk nog steeds op steun. Dat zien we hier op die orderblocks. Daar hinken wij nog steeds op een steun. Ook als we kijken naar de trading ranges, is het iets of wat lager. 26.919. Ook daar zit nog steeds die steun. Dus eigenlijk zitten we nog dichter bij steun
zou je moeten zeggen, by support sound assistance, of mocht je in een loon zitten, zeker deze regio, ergens of hier, maakt niet uit, dan kun je makkelijk je stoplossen hier gaan plaatsen. En ja, dan werken we terug naar boven toe. Dus dat is wel iets dat we in het achterhoofd doen. Maar op het moment dat we hier ondersluiten, ja, dan zal een cascade-effect ontstaan met eerste target 50.400 tot en met 23.800 om te beginnen. En dan is maar de vraag, hoe gaan we daar verder mee onderweg omgaan? Dus dat is eigenlijk, korter kan ik niet gaan analyseren. Gosling Channel, deze is best wel interessant. Die houdt ons momenteel nog steeds vast, veelal, maar niet altijd. Kunnen we die ook gaan volgen, zolang of dat wij boven of in de band sluiten en het is groen, kunnen we opwaartse spike verwachten. Nee, ook hier sluiten we er terug boven, opwaartse spike, hier sluiten we er boven, opwaarts. Blijven in de channel opwaarts. En dus dat is hetgeen dat we nu zien. Het zijn maar een paar voorbeelden, ik ga niet alles tot in detail gaan bespreken. Dus we zitten al op die Gaussian channel, zie je hier. Dus op zich kunnen we, of zullen wij nog steeds bullish ook hier moeten denken met een low op ongeveer een 26k. En dat is hetgeen dat we hier zien, spike eronder kan. En dan kunnen we zeer snel in deze territorium van die bullish order. Dus momenteel, ik ga het zeggen zoals het is absoluut niet duidelijk genoeg om te zeggen, dit gaan wij zeker doen. Favoring the bulls op zich wel. We zitten nog steeds op steunen. We zitten ook nog steeds, en dat mogen we ook niet miskennen, we zitten nog steeds in uptrend. Low, high, higher low, higher high. Dit is nog steeds uw uptrend. Higher low kan gebeuren. En maar dan nog zitten we in de greater scheme of things nog steeds in een uptrend. Dus dit mogen we absoluut niet vergeten. Want een pullback is meer en meer likely aan het worden. En eerder dan in het gezicht, of in het zicht dan van een higher low. Goed, ik denk dat we er eigenlijk zo goed zijn. Ik ga nog heel snel de week gaan overlopen. Hier momentum meter pointing down nog steeds. Dus ook hier favoring the bears. Zijn momentum meter naar beneden met deze bullish engulfing. Regionen ook 23.000. Dus we zien 25.000 en 23.000. Dus high probability targets. Als wij hier een breakdown zouden krijgen, behalve als wij deze zone weten vast te houden. Nogmaals, deze candlestructuur zelf, hier lokaal, die wel weten vast te houden, dan kunnen we terug naar boven gaan. Maar voor nu, je ziet het ook, het momentum begint naar beneden toe te krullen. Momentummeter op monthly, ook hier zie je dat we in die momentummeterband, zelfs onderkant momentummeterband, zijn nu op 17k. Zo'n vaart, denk ik, zal het niet lopen, of toch niet zo snel. Maar naarmate dat de tijd vordert, zal deze momentummeterband mee naar boven gaan. En dan komen we ook hier met een bullish engulfing regio 23.000, weer hetzelfde, 23.000 zit daar. En dan staat deze zelfs nog open in regio 18.000. Maar goed, dag per dag. 3-day, laten we daar even naar zien. Ook hier, momentum bearish, favoring the bearish toch. Qua momentum, ook al zitten we dichter bij steunen dan bij weerstanden. 4 uur, gaan we die nog even overlopen. Ik ga eerst de 12 uur nemen, excuseer. 12 uur, momentum is down. Zolang of dat we boven 70.000 sluiten, kunnen we steken dat we hier een poging doen om terug onze neus naar boven te gaan krullen. Maar dan hebben we nog wat kendeltjes nodig om dit ook weten vast te houden. Het is eigenlijk, het is eender welke timeframe dat je bekijkt. Dat is eigenlijk een zeer simpele conclusie. We zijn aan het wachten op een grote, want dat is het wel, op een grote trending move. Dat zie je ook hier, nogmaals bij het volume. En het volume staat klaar om uit te breken. Dus er komt een trending move aan. En hier zou je dat ook, en braken we uit. En dan krijg je die move up. Dus we staan weer aan de voorhand van een grote move. Dat is dat is zowel een zekerheid. Welke richting is voor mij? Ik zeg het niet 100% duidelijk. Ik heb heel veel tegenstrijdige signalen. In principe zit je in longs. Neem wat take profit en buy lower. Dan heb je geen positie, blijf er dan vanaf tot als je een grotere zekerheid hebt of een grotere duidelijkheid hebt van de richting. Was dit het? Ja, voor mij in principe wel. Dus terug afwachten. We verwachten een grote move. Die komt eraan. En welke richting dat is, dat gaan we verder evalueren morgen en overmorgen. Dus zeggen tot de volgende analyse. Rustig afwachten. Dat is de boodschap. En dan daarnaartoe handelen. Closes onder 27 is very likely move down.
En als we hier weten vast te houden, kunnen we eventueel ons terug naar boven toe gaan werken. En zouden we zelfs zeer mooie broodvlek produceren. Maar voor nu is het net nog iets te vroeg. Dankjewel voor jullie thumbs up, voor jullie like. En tot de volgende update. Bye bye.